Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Het is zondag 9 mei en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Actievoerders tegen Brouwerseiland zijn voorzichtig optimistisch. Het plan voor het park met zo'n 300 luxe vakantievilla's op 13 eilandjes in het Grevelingenmeer was de steun al kwijt van de politiek op Schouwen-Duiveland. Afgelopen week werd bekend dat Boskalis, de grootste aandeelhouder in Brouwerseiland PV, zich heeft teruggetrokken. Ik vind het ook wel bijzonder, omdat ik het best bijzonder vind dat Boskalis zich terugtrekt in juist een project waar zij met al het zand en de eilandjes blijkbaar toch niet meer misschien in geloven. Ook actiegroep Bescherm de Delta is blij, maar houdt nog rekening met alle scenario's. Ik wil toch eerst nog wel zien hoe het met de Raad van State gaat, want je weet nooit hoe het eitje kan vallen. In 2019 sprak de Raad van State zich uit tegen Brouwerseiland. Maar er is een kans dat het project nog steeds door zou kunnen gaan. Brouwerseiland BV heeft een schadeclaim van 32,5 miljoen euro ingediend bij de gemeente. De Raad van State buigt zich waarschijnlijk volgend jaar opnieuw over het project. Het fruitbedrijf van de familie Feitel in Wemeldingen is een proeftuin geworden voor het meer automatiseren van de fruitteelt. Water geven kan daar bijvoorbeeld automatisch en het bespuiten van de bomen ook. Het experiment is mede ingegeven door Jort Feitel, met zijn 22 jaar de jongste generatie op het bedrijf. Waar mijn opa inderdaad en mijn vader ook nog zei: goh, ik denk wel dat we een beetje water moeten geven, want ja, die boom die vraagt erom, gevoelsmatig. En nu gaan we bekijken met data, gaan we zeggen: goh, die grond die wordt echt droog. Wanneer komt de regen aan? Hoeveel verdampt die boom op een dag? We gaan vanavond water geven. Verspreid over de boomgaard staan kastjes die in de gaten houden of het niet te droog wordt. Samen met Feitel hebben we 5 hectare aangewezen. Die gaan we de komende jaren volgen we die. We kijken dus niet alleen naar de bodem, maar ook naar de boom zelf. Dus aan de hand van dronebeelden hebben we bloesemvluchten. Als je dan bijvoorbeeld gaat spuiten, dan kun je per boom instellen: dit boompje wel, dit boompje niet, dit boompje wel. Vroeger wandelden we door het perceel en dan zeiden we: dit perceel, deze hectare spuiten we met product X om de groei te remmen. Alleen vandaag de dag kijken we meer naar boomniveau. Dus we zeggen: deze groene bomen op de drone-resultaten, die spuiten we wel. En die buurman ernaast, die spuiten we bijvoorbeeld niet. Als ik hier over 10 jaar terugkom, dan rijden hier overal robotjes rond? We zijn nog niet bezig met robotisering, dat is er wel. Maar wij richten zich vooral op de data. Dus in principe, als je over 10 jaar terugkomt, dan loopt er misschien geen adviseur meer door de boomgaard. Maar dan kijken we vanuit de tablet in huis wat er moet gebeuren. De meivakantie loopt voor Zeeland op zijn einde. En het was de vakantie waarin voor het eerst weer versoepelingen mogelijk waren van de coronamaatregelen. En dat zorgde ervoor dat Sluis eindelijk uit haar winterslaap kon ontwaken. Het is goed om te zien dat er weer veel volk in Sluis is. En zoals je achter me kunt zien, zitten de terrassen weer vol. Dus wij zijn er blij mee. We hebben een hele tijd gewacht en nu mogen eindelijk weer de mensen komen. En dan ook alle gasten weer. Dus wij waren heel blij dat ze ook weer de weg terug naar Sluis konden vinden. En de weg terugvinden, dat konden een heleboel mensen nog te zien aan de drukte op straat. Het weer had afgezien van vandaag iets beter gekund, maar deze ondernemers blikken tevreden terug. Zalig, het is eigenlijk heel gek. Als je na 2 dagen ben je weer gewoon bezig alsof het nooit gebeurd is. Heel tevreden en eigenlijk heel blij dat de mensen weer komen en ook weer gewoon af en toe ook de portemonnee gebruiken. Sluis moet het vooral hebben van Belgische toeristen. Onze coronaregels zorgen soms nog voor wat verwarring. Wat wij veel merken is dat er veel mensen niet weten dat we pas om 12 uur mogen beginnen en dat we om 6 uur dicht moeten. De mensen zijn vanuit zichzelf ook gewoon voorzichtig en volgen ook onze regels op. En anders dan wijzen we ze daar gewoon vriendelijk op wat de verschillen zijn. Vanaf nu is het weer tijd om vooruit te kijken. De horeca hoopt ondertussen op extra versoepelingen, zodat ze en langer en hopelijk ook binnen open mogen. Nee, dit is geen hondendrol en er wordt ook niet gefilmd op de kinderboerderij. Dit zijn de voetbalvelden van Walcheren in Vlissingen, waar wekelijks honderden voetballers trainen. Het probleem? De velden liggen vol met ganzenpoep. Het is ondertussen zo'n groot probleem geworden dat wij 2 velden eigenlijk niet meer in gebruik kunnen nemen. De kinderen die hier trainen, ja, die zien er niet uit. Het is vies, het is onhygiënisch. Er zijn ook ploegen die absoluut niet meer op die velden willen trainen. Het is echt, er is werkelijk geen vierkante meter waar geen poep ligt. En het is niet te doen. De gemeente en de club proberen er alles aan te doen om de poep zoveel mogelijk te verwijderen.
Alleen omdat ganzen onder de wet natuurbescherming vallen, is het bestrijden lastig. Ik wist dat zelf ook niet, maar die beesten die produceren een ongelofelijke hoeveelheid poep. Nu is het vrij rustig, maar 's avonds lijkt het wel of de ganzen uit Vlissingen zich hier verzamelen. En dan heb je het over honderden ganzen. Ja, dat is echt een heel groot probleem. Ouders klagen bij het bestuur over de ganzenpoep. Maar ondanks het aanschaffen van een speciale laserpen en extra veegdiensten van de gemeente, blijft er meer en meer poep komen. Volgens de club is er maar één echte oplossing. De ultieme oplossing is er wel, maar ja, dat is natuurlijk misschien dat is niet realiseerbaar. De twee kunstgrasvelden, want ja, dat lusten ze niet, hè. We begonnen vandaag met vrij zonnig weer, waarbij de temperaturen in Zeeland al snel opliepen tot boven de 20 graden. En af en toe kregen we ook te maken met enkele buien en was de lucht soms dreigend. Een enkele klap onweer kwam daarbij ook voor, maar tot heel veel regen kwam het tot halverwege de middag niet. En bovendien was het in de tweede helft van de middag na 1 uur toch overwegend droog en vrij zonnig en kwamen de temperaturen plaatselijk al bijna op de zomerse waarde uit. Vanavond en vannacht komt er een nieuwe storing en daarbij kan er ook weer veel regen gaan vallen met neerslag die ook wordt beïnvloed door buien. En dat kunnen zware onweersbuien zijn met kans op hagel en windstoten tot 75 km per uur. Morgenochtend trekt dat al vroeg weg naar het noorden tot noordoosten. Dan hebben we in de ochtend nog wel enkele buien, maar in de middag komt de zon er geregeld bij en wordt het meestentijds droog. De maximumtemperaturen liggen morgen rond 18 graden, vlak aan zee iets lager tussen 13 en 15 graden. De dagen daarna verlopen wisselvallig, af en toe is er ook wel kans op een klap onweer. En de temperaturen gaan weer iets naar beneden, maar nog altijd wel wat hoger dan vorige week. Het wordt ongeveer 15 tot 17 graden en ook de zon komt geregeld tevoorschijn. En tot zover blijf kijken, want hierna hebben we onder meer nog RegioNet met ook reportages van andere regionale omroepen in ons land. En ook weer een aflevering van Waar gebeurt over bijzondere plekken in de Zeeuwse geschiedenis. Nog een fijne zondagavond en tot morgen.